VVV-TV wordt mede mogelijk gemaakt door Sicon Logistics, Keulen Automateriaal, Vervoerscollege Venlo en Daily Gourmet Catering en Lunch Service. Met Tristan Dekker aan de ene kant en met Moreno Rutte breng je en snelheid en aanvallend vermogen. Als je ziet. Is Rutte de nieuwe linksback of kiest Stijn tegen Emmen voor Jansen of Kum? Straks meer hierover. Verder de top 3, maar nu eerst terug naar de laatste wedstrijd tegen ADO. Meijers nu met de voorzet. Die is zeker niet slecht. Wordt verlengd. Oh! Post op zijn eigen lat. Naar de kopbal van Valkenburg. Immers. Hoopt op de snelheid van Becker. Oenestal kan niet komen. Moet terug. En Becker schiet hem erin. Tweede doelpunt van het seizoen van Geraldo Becker. En een volkomen verdiende voorsprong voor ADO. Na iets meer dan 10 minuten voetballen. Zeuntjes naar Opoku. Die opeens wat ruimte heeft. Joosten. Lijkt geen ruimte te zijn voor een schot. Vindt wel die ruimte. Die gaat erin ook. Joosten scoort met het nodige geluk. Want die bal wordt natuurlijk enorm van richting veranderd. Lorenzen. Oké, Jat die legt klaar. Het schot gepakt door Oenestal. Zeuntjes. Die moet hem dan klaarleggen. Dat levert de schietkans op voor... Goeie redding. Post en de rebound gaat er niet in. Ook weer de ruimte om zelf uit te halen. Oh! Ja, bij de eerste had je nog het gevoel, daar zit wel heel veel geluk bij. Van richting veranderd. Wat doet Swinkels nou precies? Dan kan je een hoop vraagtekens zetten bij wat ADO daar allemaal doet. Geen vraagtekens nodig. Dit is een werelddoelpunt. Becker. Goed balletje. En daar is de treffer. De gelijkmaker van ADO. En er staat een spits klaar om in de ploeg te komen. Hij moet eruit, ja. Becker. Komt er weer wat van hem? Komt er weer wat van Becker? Komt er weer wat van Becker? Ja, maar Oenestal heeft een antwoord. Joosten nu wat hoger. Handje van Swinkels is genoeg. Lindhorst brengt hem er weer in. Oh, verkeerde kant op. En dan zit Mlappa er daartussen. En heeft uiteindelijk Swinkels hem. Swinkels... Gaat daar dan misschien op het been staan? En dan is dus de vraag, is dat bewust? Wordt daar naar gekeken? Dat is de vraag. En dan geeft de penalty. En dus ook rood. De VAR heeft ingegrepen. En Mlappa profiteert daarvan. Het is 3-2 voor VVV. Wat wil VVV? Bal in de ploeg houden of toch echt gaan voor de vierde treffer? Seuntjes geeft... Daar is de kans voor Joosten en die raakt de buitenkant van de paal. Geen hattrick voor hem. En is het 4 tegen 2. Nu 2 tegen 2, want de andere twee VVV'ers zijn opgehouden met lopen. Is hier dan Grot en die schuift hem erin en daarmee is het 2-4. En wint VVV in Den Haag. Is het een overwinning dankzij de VAR of niet? Nou ja, dat is wel een bepalend moment geweest, want het was 2-2 en... Het kon wat mij betreft alle kanten op. Ploegen waren aan elkaar gewaagd. En dan is dat wel een heel beslissend moment. Maar ja, ik denk wel ook een terechte beslissing. Dus ja, soms hebben we hem wel eens tegen gehad en nu hebben we hem mee. Maar uiteindelijk ben ik nog steeds blij met de VAR. Wat vond je van het spel van je ploeg? Nou, ik vond dat we niet goed begonnen. Ik vond dat ADO agressief begon, ons volledig onder druk zetten. Daar voetbalden we ons moeizaam onderuit. We waren heel snel de bal weer kwijt. Nou, komen we terecht op achterstand. Nou, dan is er een fase dat wij wel aan het voetballen toe komen en een aantal kansen krijgen. Nou, je komt een beetje gelukkig voor rust op 1-0. Hè, waarbij het ook een paar schoten van ADO ook 2-0 had kunnen zijn. Nou, en na rust vind ik wel dat wij een hele goede fase hebben gehad tot aan de 2-1. En daarna hadden we eigenlijk denk ik de wedstrijd kunnen beslissen. Maar ADO komt terug. Ja, en dan kan het allebei de kant op. En dan komt het moment met de VAR. Ja, en daarna spelen we hem denk ik goed uit en counten we keurig naar 4-2. Patrick Joosten, de man waar we niet meer omheen kunnen bij VVV geloof ik de komende tijd, of wel? Ja,
weet niet of ik het zo, of je zo moet stellen, maar de wedstrijd van afgelopen weekend, ja, speel ik wel, of ja, met twee goals, dan laat je toch wel zien dat je wel echt in ieder geval van waarde kan zijn voor het team. Heb je nu ook dat vertrouwen voor jezelf en van de trainer dat hij niet meer om je heen kan? Ja, maar ja, op zich heb ik wel altijd het vertrouwen, ook al toen ik op de bank zat, ook altijd wel positief gevoel gekregen van de staf uit en van de trainer. Dus ja, vertrouwen staat altijd wel goed. Ja, beschrijf die goals nog eens. Zijn dat typische Patrick Joosten goals? Ja, het is wel iets wat ik lekker vind om naar binnen te gaan vanaf links. Ja, eerste goal ga ik naar binnen, dribbel ik door, blijf ik doordribbelen. En valt dit eindelijk met geluk een beetje binnen. En ja, de tweede die zat perfect in. Kun je niet meer omheen nu, of wel? Nou ja, hij heeft hartstikke goed gedaan de laatste wedstrijd. Een paar keer goed beslissend ingevallen. Voor de winterstop tegen Zwolle heeft hij het goed gedaan. Nou, en nu heeft hij ook weer uitstekende wedstrijd gespeeld. Bekroond met twee doelpunten. Dus tot nu toe heeft hij het heel goed gedaan. Maar je weet nooit hoe het de komende weken zich ontwikkelt. Maar dat hij op dit moment in vorm is, dat is duidelijk. Nou, voor jou fijn dat je altijd keus hebt voorin, denk ik. Ja, kijk, het ligt niet zo ver bij elkaar vandaan. Je hebt Jay die het goed doet, je hebt Patrick die het goed doet. Nou, soms kies je op basis van gevoel, op basis van vorm. En nou, op dit moment heeft Patrick het gewoon goed gedaan en is hij beslissend geweest met doelpunten. Volgens mij heb je het wel naar je zin hier in Venlo, of niet? Ja, sowieso. Ja, het is gewoon een gezellige sfeer, rustige sfeer, relaxed. Dus ik heb het naar mijn zin, ja. Nou, we zijn pas aan de tweede seizoenshelft begonnen natuurlijk, maar hoe zie jij je toekomst? Ja, ik weet niet. Ik kijk niet zo echt ver of zo. Ik weet niet. Het is nu gewoon meer van nu op het moment. Zo kijk ik er meer naar of zo. Dus, maar ja, ik bedoel, ik zou wel zaterdag zou ik gewoon spelen. Dus, maar ik weet niet. Ik kijk niet echt van toekomst of zo. Nee, je kijkt niet verder vooruit. Ja, hier presteren en dan zien we wel. Ja, precies. Ja, echt dat, ja. Echt helemaal niks wat ze zeiden. Ik dacht, volgens mij heb ik de verkeerde taal geleerd. De documentaire over technisch directeur Stan Valks, die vorig jaar is gemaakt voor Fox, is komende zondag te zien bij Omroep Venlo. De film gaat niet alleen over het huidige werk van Valks, maar kijkt ook terug op de actieve voetbalcarrière van de oud-international en speler van PSV en VVV. De film zoomt onder meer in op de Bourgondische leefstijl van Valks. Zo komt hij in beeld met verschillende soorten bier. En ook zijn waardering voor lekker eten wordt niet onder stoelen of banken gestoken. De film Stan Valks, Bourgondisch architect, wordt zondag vanaf 12 uur doorlopend uitgezonden op Omroep Venlo. VVV ontvangt zaterdagavond in de Kool Emmen. In de uitwedstrijd pakten de Venlonaren een punt, ondanks een vroege rode kaart voor Roel Jansen. Vraag is of wedstrijden tegen ploegen uit de lagere regionen lastiger zijn voor de Venlonaren. Het is altijd lastig of je makkelijker of moeilijker speelt tegen een ploeg die lager speelt. Heel vaak is ook het wedstrijdbeeld is bepalend. Ik bedoel, als je heel snel iets gebeurt in de wedstrijd of heel snel voorkomt. En, zoals tegen Zwolle bijvoorbeeld met de rode kaart. Ja, dan loopt zo'n wedstrijd helemaal in je voordeel. Maar ja, dat kan ook de andere kant op gaan. En ik heb zoiets bij Emmen. Dat is gewoon een hele goede ploeg. Dat is een hele degelijke ploeg die ook nog van een achterstand kan terugknokken. Dat hebben ze ook een aantal keren bewezen. Dus ja, dat is een goed collectief. Dus ja, wij moeten nogmaals waakzaam zijn. Ja, je staat nog steeds hoog natuurlijk, mm-hmm. Zevende plek. Dus het publiek verwacht natuurlijk wel wat tegen een tegenstander als Emmen in eigen koel. Mm-hmm. Ja, mag ook wel, denk ik. Terecht? Ja, terecht, ja. Of leven jullie nog steeds een beetje boven je stand, wat de trainer ook al vaak gezegd? Ik weet het niet. Ja, ik denk als je op een positie staat dat vooral ook na zoveel wedstrijden die zijn gespeeld, dat het ook wel ergens wat terecht misschien is. Maar het is wel, zeg maar, het kan ook weer heel snel verschuiven. Als je twee wedstrijden of zo achter elkaar verliest, kan het weer zo helemaal anders zijn. Dus ik weet niet. Die positie is mooi, maar is ook niet. Zegt ook niet te veel, zeg maar. Want wat ik zeg, als je een paar wedstrijden verliest, dan ben je opeens 5 posities gezakt of zo.
Stijn lijkt tegen Emmen te kunnen beschikken over een compleet fitte selectie. Ook Roel Jansen is weer speelklaar na een lange afwezigheid door een knieblessure. Maar het is nog maar de vraag of de Venlonaar terugkeert op de linksbackpositie. Want Stijn heeft meer keus. Zoals we zagen tegen ADO in de tweede helft. Met Tristan Dekker aan de ene kant en met Moreno Rutter breng je en snelheid en aanvallend vermogen. Nou, als je ziet hoe vaak beide backs de tweede helft eroverheen zijn gegaan. Ook Rutter aan de linkerkant was dat de bewuste keuze en heeft hij goed uitgepakt. Kum heeft ook last van blessure? Ja, of niet? Wat last van een hamstring. Liep tegen een gele kaart aan, kon niet meer volledig sprinten. Dus gaf, zoals de goede prof betaamt, vlak voor rust aan dat hij toch wat last begon te krijgen. Nou, dan gaan we geen risico nemen. En Roel Jansen, die... Ja, die is fit. En die kan in de ploeg. Maar op basis van trainingen, wedstrijden en waar we tegen spelen, heb ik andere keuzes gemaakt. Maar Roel komt er wel weer aan nu, zeker richting Emmen. Nou ja, hij is weer lid van de selectie. Ja. Dus tegen Emmen zou hij kunnen starten. Maar ik zou ook voor Kum kunnen kiezen of voor Rutte of voor Borgman. Tot slot komen we nog even terug op een foto van Stijn en algemeen directeur Jan de Jong van Feyenoord in een café. Een gezellig bakje koffie op zondagochtend zorgde namelijk nogal wat voor speculaties op social media. Ja, in deze wereld is dat blijkbaar te verwachten. Dat had een heel ander karakter dan de foto deed vermoeden. Ik ben ambassadeur van de stichting SC Rubinstein en ik heb allerlei shirtjes binnengehaald voor een veiling om geld... zoveel mogelijk geld op te halen om kinderwensen in vervulling te gaan. Dus ik heb van ADO shirts gehad, van Ajax komen de shirts aan, van PSV en ook van Feyenoord. En aangezien Jan een vriend is en een buurman van mij, hebben wij besloten, we hadden elkaar niet een tijdje niet gesproken om dat onder het genot van een kopje koffie te doen. En toen is er een foto gemaakt en heeft dat tot een hoop tumult geleid. Maar dat was nergens op gebaseerd, want als er al iets zou zijn, dan ga je niet met z'n tweeën in een gelegenheid zitten waar iedereen je kent. Dus het was puur privé. Nou, ervaar je dat als vervelend of niet? Nee, want als mensen die link leggen, dan is dat hun goed recht. Maar in dit geval was het niet zo, want is het alleen maar puur een privé aangelegenheid geweest. Dus ik hoop ook dat het daarmee overwaait. Dat zal toch wel? Ze geloven het wel, denk ik. Ja, maar ik wel. Nu terugleggen, Mlappa en Seuntjes. De doorkop is van een speler van Fortuna en Mlappa profiteert daar geweldig van. Paco Selef is daar gezien en dan is dit 3-1. En wint VVV. Hier Seuntjes en Joosten daar vlakbij. Joosten daar vlakbij. Joosten kapt daar de man uit en schiet die bal binnen. En ook Van Ooyen. Rood aangekleurd. Juicht mee, want het staat 2-2. En dan gaat er toch met z'n tienen een punt gepakt worden. Er wordt nog afgetrapt, maar dan wordt er ook meteen afgefloten. Ho. 28e minuut, Susic. En deze is zonder twijfel in de bovenhoek. Nu laat hij het dan toch over aan Joosten. En die zit er wel in. VVV wint met 2-0 van PEC Zwolle. Na 5 wedstrijden zonder overwinning weer eens 3 punten voor de formatie van Maurice Stijn. En zo ziet de top 3 van VVV er momenteel uit. Deze keer mag Christian Kum er een nieuw fragment in zetten. Maar eerst de vraag welke eruit gaat. De overwinning op Fortuna Sittard gaat er voor mij uit. Het is een mooie overwinning, maar voor een top 3 vind ik het niet goed genoeg dan. Ja. Ah, er moet iets uit ook natuurlijk, want ja, je gaat iets nieuws erin zetten. Nog belangrijker, wat wordt dat? Wordt wat? Het wordt het moment van Patrick Joosten, de 2-1 tegen ADO Den Haag. Een belangrijk moment voor ons, omdat we de eerste helft niet zo goed in de wedstrijd zaten. En de tweede helft eigenlijk een soort ommekeer maken en gewoon verdiend voorsprong komen. En ook eigenlijk daaruit mooi de overwinning pakken. Dus dat moment van Patrick is een hele mooie individuele actie op een goed moment voor ons in de wedstrijd. En als hij ze zo maakt, dan vind ik wel dat ze zo'n doelpunt in de top 3 hoort. Ja. Ook weer de ruimte om zelf uit te halen. Oh! Ja, bij de eerste had je nog het gevoel, daar zit wel heel veel geluk bij. Van richting veranderd, wat doet Swinkels nou precies?
dan kan je een hoop vraagtekens zetten bij wat ADO daar allemaal doet. Geen vraagtekens nodig, dit is een werelddoelpunt. VVV TV wordt mede mogelijk gemaakt door Sicon Logistics, Keulen Automateriaal, Vervoerscollege Venlo en Daily Gourmet Catering en Lunch Service.